Het was vooral veel kijken en weinig kopen. Keurig, heel mooi, ja. Maar aanraken, jawel, dat mocht ook. Het is van 1957. Uit binnen- en buitenland kwamen de liefhebbers af op de 21ste editie van A Rock Around the Jukebox. We komen speciaal uit Friesland om hier naar de grote beurs te komen. En dan zie je in Brabant je grote liefde. De Rockola 200 uit 1957. Ja, dit is een schitterende machine. Hij is mooi gerestaureerd en het is een 200 select. Je kunt er dus 100 platen in doen. En dat is dus mooi. Dan kun je vrij veel keuzes heb je dan om een mooie single te draaien. Maar ook deze hele mooie meid, die kost duizenden euro's. Die kost, even nadenken, 4700. Dus dat valt me nog niet eens tegen, de prijs. De prijs bepaalt natuurlijk dat er weinig van zijn, van die U-boxen. En dat vind ik het mooiste, dat zo'n machine helemaal origineel is. Hij gaat nu tot 120 en nu gaat hij tot 160 en zo gaat hij tot 200. Ondanks de relatief lage prijs van bijna 5000 euro was het ook deze ronde wel kijken, niet kopen. En dat was gisteren wel anders. Gisteren was het beter als vandaag. Oh, bam, 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 bam.